Hallo Marloes. Hoi. Jij werkt voor Woongoed. Klopt. En je bent projectleider van het project, nou zeg het zelf maar. Ja, ik ben op projectleider van het project waar we nu staan. Het zijn twee gymzalen. Het heet nu nog Rotterdamse Kei, 4345. En het zijn twee gymzalen midden in de binnenstad die we gaan verbouwen. Zijn gebruikt door scholen, verenigingen. Nou ja, volgens mij hebben heel veel Middelburgers. En welk jaar zijn die neergezet, weet je dat? 1966. Oké, dus die hebben echt wel. En tot wanneer zijn ze in gebruik geweest? Volgens mij 4 of 5 jaar geleden. Oké, dus dat is vrij recent. Maar dan hebben ze dus toch een jaar of 50 hebben ze zeker gefunctioneerd. Gediend. Ja, nou, dit zijn inderdaad de plannen. Je ziet inderdaad dat het nu een open ruimte is, het groen. En we proberen het zo groen mogelijk te houden. Dus je ziet ook in de plaatjes dat ze krijgen allemaal een voortuin, een achtertuintje. Er komen bergingen in, maar voor de rest blijft het heel erg groen. Maar het worden appartementen? Of eengezinswoningen. Oké. Okay. Dus, hier kijkt je, het zijn allemaal bouwtekeningen, maar het beste is deze, denk ik. Het is een doorsnede. We hebben natuurlijk het hoge gedeelte waar we nu in staan. Dat worden 5 woningen. Dus het is qua afmeting zal het ongeveer 65 vierkante meter zijn. Dat zijn niet hele ruime woningen, maar wel tiny house. Het is bestemd voor 1 of 2 persoonshuishoudens. En dan vooral voor onder de huurtoeslaggrens. Dus echt voor mensen met een laag inkomen. Midden in de binnenstad, dat worden non-woningen. Dus dat is 0 op de meter. En dat is zo duurzaam mogelijk. De casco dat blijft staan? Ja, we gaan zo duurzaam mogelijk bouwen. Dat betekent inderdaad dat het casco waar we nu in staan, blijft gewoon staan. We gaan ook niet de hoogte in of we zoeken niet de breedte op. Dus eigenlijk wat je nu ziet, zo blijft het. En je ziet nu een beetje de kolommen. Dat zijn die rode palen. Ongeveer, dat is de scheiding per woning. Oké. Dus qua idee. Het zijn dus wat kleinere eengezinswoninkjes. En dat is inderdaad de verdeling van de woningen. En als je ook binnenkomt, je komt hier binnen. Dan heb je gelijk zo de ruimte boven. Dus je hebt ongeveer 6 meter in de woning. Dan gaan we halverwege nog een plafond, de vloer aanbrengen. Oké. Okay. Met ook een hele open ruimte. En dan krijgt deze straat krijgt gewoon een nieuwe naam? Ja. Ja, want ik vertelde net een beetje over de geschiedenis. Het Oost-Indisch Huis stond hier van tevoren. We hebben nu de Rotterdamse Kei 4345. Vonden we inderdaad niet passen. En de gemeente was ook aan het zoeken naar een nieuwe straatnaam. En ik heb een werkgroep met omwonenden die hier wonen. En wij hebben samen een aantal straten bedacht. Toen zijn we ook naar de straatnaamcommissie geweest bij de gemeente. En uiteindelijk is er een naam uitgekozen van omwonenden die het bedacht hebben. En het wordt Hof van Oost-Indië. Nou, dat is helemaal duidelijk. Dus, ja. En dat zijn dus in totaal hoeveel woningen? Het zijn 14 woningen. 14. Nou, oké, dat is ook duidelijk. Ja. Nou, dan ben ik ook nog wel benieuwd naar het tijdspad. Want ik begreep, vanmiddag wordt het officieel afgetrapt, het project, door wethouder Alberts. Ja, onder andere. Ja. Maar wat is dan gaan jullie dus, nu komt het slooptraject. Hoe lang gaat dat ongeveer duren, denk je? Ja, we gaan dus deels slopen. We hebben ook nog asbest te saneren. Ik denk dat we daar begin volgend jaar klaar mee zijn. En daarna gaan we weer opbouwen, want we moeten natuurlijk wanden tussen alles gebouwd. Ik denk dat we volgend jaar najaar dat we kunnen opleveren. En nog iets heel praktisch, want jullie gaan hier aan de slag, maar ik moest er net allemaal langs een hek wringen. Betekent dat dit het gebied wordt helemaal afgesloten binnenkort? Ja, ze zijn nu bezig, dus vanaf vanmiddag wordt dit terrein afgezet. Omwonenden kunnen nog wel gewoon bij een berging, maar qua veiligheid, omdat we door 2 poortjes moeten, gaan we alles helemaal dichtzetten. Nou oké, okay. Heel duidelijk verhaal. Heb je er nog iets op te vervoegen of is dit de grote lijn? Is dit het? Ja, volgens mij is het. Nou super, dankjewel voor je tijd. Dan ga ik nog een beetje rondkijken. Graag gedaan.